Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8, de 150cc Gold Run, met mij en met de Egg Cup. De Egg Cup heeft dan een leuk verhaal, want de Egg Cup is origineel geen Mario Kart 8 banen complex ding. Maar die is later als DLC aan de gewone Mario Kart 8 toegevoegd. En toen kwam Mario Kart 8 Deluxe en die kreeg alle DLC banen erbij. En nu komt er een nieuwe DLC, pas geleden aangekondigd. Vandaar natuurlijk ook het begin van deze serie. Misschien zelfs als deze aflevering komt wel uit, maar dat durf ik niet zeker uit te zeggen. Hé, hey, wat cool. Siri die zit ook in deze aflevering. Ik moet hem zo meteen alleen wel heel eventjes uitzetten, want ik vind hem alleen irritant. Alleen ik zit midden in een spelletje en... Kom op Siri, flikker op. Stop Siri! Siri, stop. Goed zo. Wat is die vuile Siri een vuile bitch? En dan nog gewoon eerst te staan. Deze baan is trouwens al zo vaak geremade, die zit in elke Mario Kart. Wel, is het nou een vette baan? Oké, hij heeft de vorm van een Yoshi, maar verder is het toch niet echt een hele boeiende baan. Volgens mij hebben ze die geheime tunnel, zoals van de Bluetooth, hebben ze er volgens mij zelfs uitgehaald. Die zijn altijd wel leuk. Ja, ik vind het wel op zich een leuk parcours, maar of die nou zo vaak een remake had moeten worden. Als ze maar in die 12 nieuwe cups die er gaan komen. Als ze er maar. Hij komt van pas, nice. Als ze maar iets cools mee doen. Dus vooral Wario Colosseum gaan remaken. En dan vind ik het wel prima. En het liefst ook nog Yoshi's Falls van de DS. Die vond ik ook altijd wel leuk. Wel een korte baan, maar mag ook best een korte baan zitten. Okay, dit was Easy Win. Dit was easy winning. Oké, laten we... Wat is de volgende baan? Oh ja, Excitebike. Ik snapte deze echt niet dat deze baan erin... dat ze deze gewoon gemaakt hebben. Dit is gewoon een nieuwe baan voor de DLC. En ik dacht echt van, wat is dit? Er zitten heel veel vette banen bij. We krijgen straks nog New City. Dat is echt een vette baan. Maar deze baan dacht ik echt van, wat de fuck is dit voor gedrocht? Dus vandaag in de gedrochte banen komt deze. Er zijn banen die ik niet leuk vind, dit is gewoon een gedrocht. Dit is gewoon waardeloos. Dit is dan Baby Park, maar dan nog slechter uitgevoerd, zeg maar. Oké. Wow, yo, ik zag dat wel vuile en wat mis. Oh, dit is wel nice. Jammer dat ik dan door mijn eigen schuld geraakt werd. Dat is heel zet. Die boy staat de eerste kaboom. Oké, dit ging wel op. Zitten die puddles nou ook elke keer op een andere plek? Dat weet ik eigenlijk niet. Oké, ik heb een decent voorsprong op het moment. Oké,
Kan altijd de beste hier in het midden blijven, want dan heb je alle boostpunten. Ja, volgens mij zitten de puddles op dezelfde plek. Ja, 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 zo te zien wel. Dus weer twee baantjes, rotse flotse. Weer twee baantjes eerste. Nou, jullie weten hoe het zowel in de Flower Cup als in de Special Cup ging. Pittig slecht, maar toch. Nou, niet pittig slecht. Het ging hartstikke goed. Alleen, ik werd in allebei de cups werd ik in de laatste baan in de laatste bocht ingehaald. Oeh, deze vond ik wel heel leuk. Dit vond ik echt een hele coole baan dat deze erbij kwam. Het gaat nog goed. Sorry, ik praat niet zoveel, merk ik deze aflevering. Nou, wat zal ik jullie eens vertellen over Phineas en Ferb en het Stamtuinfeestje? Elke dag had ze dezelfde vraag. Wat zullen we doen vandaag? Nee, maar dit is toch een vette baan. In een Dragonail. Oh, dit is wel jammer. Was het niet vroeger dat met blauwe... Oh, of was het alleen met bliksem? Ik wou net zeggen, van met de blauwe schild dat je ook je item wel kwijt zou zijn. Ik zag opeens een banaantje en ik schrok. Kut. Oh, dit was top. Haha, dit was top. Nice. Oeh, ik werd geraakt. Door deze vuile Koopa Boy. Oeh, Koopa Boy. Dat is Koopa Boy, maar dan voor Koopa's. Speedy Gonzalerino! Zag je die shortcut, boys? Of girls, natuurlijk. Godver. Nee, wat een kutsoort. Word ik nou ook nog derde? Nee toch? Gelukkig. Nog één Quippy! Niet nog één Quippy. Oh, Milan. Nog één baning. Oké, let's go. 130 door de vluchtstrook. Dit is een hele vette baan. F-Zero, wat nou F-Zero? We zijn gewoon Mario Kart op een F-Zero baan aan het doen. Dit is wel een hele vette track van F-Zero. Deze wordt natuurlijk ook gebruikt in Super Smash Bros. Yo, ik kon gewoon niet drifting. Maar ik ben als eerste het eerste rondje voorbij, dus dat is al ziek, heel ziek. Ik was zonder dat te zeggen. Ja. Lekker die boostjes pakken.
En nog een mooi itempje. Ah, oh, blauw skilling. Zeer setting. Bam, bam, bam. Die omena. Oh. Krijg ik ook nog bananings. Oké. Rood schildje voor de bitch. Nice. Net al geen eerste geworden, dus die drie sterren kunnen we niet halen. Maar we moeten natuurlijk nog wel de dol kunnen, noem je dat, kunnen verdedigen. Oeh, nice. Ik heb de rode niet hoeven te trotseren. Heel fijn. Oké. Ah, toch wel een rode. Nee, toch niet een rode trotseren. Ik denk elke keer dat ik ben gefeut met een rode vlag voor het eind. Kijk, heel ziek. We zijn eerste geworden in heel veel banen, alleen de tweede niet. Dus 57 punten. Wat betekent natuurlijk wel gewoon dat we de gouden cup hebben gewonnen. Maar weer niet drie sterren, omdat ze van die vuile bitches zijn. En we houden niet van vuile bitches. Houden jullie van vuile bitches? Zet het in de reacties. Oké, we hebben de Egg Cup gewonnen. Dit is zo zonde dat ze zo'n lelijke cup hebben gemaakt. Had gewoon zo'n eitje gemaakt. Heel jammer. Maar volgens mij zien al die special cups zien er zo uit. Of al die DLC cups zien er zo uit. Er is gewoon geen moeite in gestopt. Dat is echt zo jammer. Maar goed. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe 2 duimpjes omhoog. En dan zien we heel erg weer bij de volgende aflevering. Adios, amigos.